Het politieke jaar is begonnen en wel met deze brief van voorzitter van Miltenburg, waarin officieel wordt dat de Tweede Kamerleden de pers mogen censureren. Ja, dat wordt me het jaartje wel, ja. Return the sender. Return the sender. Dag mevrouw van Miltenburg. Goeiedag. Uw politiek jaar begint hier tussen de kazen. Dat van ons is eigenlijk begonnen met een brief die wij van u kregen. Van mij? Oh, samen met Jos. Ja, klopt. Als het Kamerlid en of de bewindspersoon aangeeft niet te willen meewerken, worden de opnames gestopt en wordt het opgenomen materiaal ook niet gebruikt. Het is toch te gek voor woorden dat je hier je handtekening onder zet? Ja, nou, A is het geen handtekening. Jij bent hiermee akkoord gegaan. Nee, ja, akkoord gaan. Luister eens, ik ga niet over de leden. Dat heb ik ook tegen de Kamervoorzitter gezegd. Ik kan hooguit zeggen dat wat jullie vinden, dat wij dat gaan communiceren met onze leden. Ik vind als een krant op kan schrijven of een fotograaf van minister Beende woedend weg uit debat, ik noem maar iets. Dan moeten wij als camera's ook kunnen registreren. Minister Beende woedend weg uit debat en zegt ik wil geen commentaar meer geven. En dat mag dan ineens niet meer. Dat mag dan ineens niet meer. En ja, dan kun je niet het hele proces goed registreren zoals je dat eigenlijk zou moeten doen. Laten zien wat hier gebeurt met alle emoties die daar soms ook bij horen. U zegt in de brief dat de Tweede Kamerleden mogen bepalen van als ik een onderwerp aansnijd, dat zij zegt, ja, daar wil ik niet over praten. Dus ik loop weg en dan mag het ook niet gebruikt worden, zegt u dan. En denk ik, wie denkt u wel niet dat u bent? Nou, ik ben de voorzitter van het presidium. En we hebben nog weer eens onze eigen boekjes met regels erop nagelezen. En zo staat het in het boekje met regels. Ik vind het nogal streng dat iemand die commentaar weigert, dat die weiging van dat commentaar, dat niet zou mogen worden uitgezonden of opgenomen. Dat vind ik wel te streng, ja. Jij stelt de vraag, hè? En dan zegt van, nee, daar ga ik niet over hebben, want ik zit er niet in. Waarom zou je het willen uitzenden? Maar goed, ik kan jou heel veel voorbeelden geven. Daar kan ik zo een heel archief van Ponyo's open trekken. Hoe mensen soms wel eens ook onhandig reageren. Wat ook weer wat zegt. Wat ook iets zegt. Als je eens het is journalistiek van belang. En dan zou ik zeggen, gewoon uitzenden. Je mag dus niet meer. Want waarom loopt u nu eigenlijk zo door? Nou ja, omdat ik gewoon een andere afspraak heb. We kunnen hier toch over praten? Even hier pasje naar binnen, alsjeblieft. Je moet toch proberen het beste eruit te halen? En ik denk dat we een aantal dingen eruit gehaald hebben. Dit zit de persvrijheid in de weg. En op het moment dat iets de persvrijheid in de weg zit, zou ik niet zeggen, als ik jou was, we hebben het beste eruit gehaald. Het is te gek voor woorden. We hebben eruit gehaald wat we eruit konden halen. Mevrouw van Miltenburg, wat doet ze hier nou spastisch over? Ik doe helemaal niet spastisch. Sta dan even stil, dan hebben we gewoon een gesprek. Ik vind het geen moeilijk onderwerp. Het is een onderwerp wat we met elkaar besproken hebben. Op verzoek van de parlementaire pers heb ik die regels nog eens opnieuw onder uw aandacht gebracht. Het is toch niet van deze tijd wat u doet? Er zijn heel veel gevallen, en nu formuleer je het in de meest fatsoenlijke en nette vorm. Heel veel gevallen van mensen die achtervolgd zijn en die de lift niet in konden. Hoort er ook een beetje bij. Het is 2014, ja wel. Ik wil toch wel laten zien dat als iemand echt niet met een vraag overweg kan, dat hij dan een lift invlucht. Moet ik kunnen laten zien. Mag ik een voorbeeld geven? Daarnet werd ik twee camera's tegelijk. En de een vroeg over Timmermans en de ander vroeg over de MH17. En is het belangrijk dat we dat herdenken? Betekent dat ik even moet en wil schakelen? Ja, dat moet, ja. Nou, en? Ja, u bent Tweede Kamerlid. U moet kunnen schakelen. Dat kan u toch ook als geen ander? Ik bedoel het maar. Maar ik snap goed dat je daar enige pauze in bouwt. U zijn toch geen kinderen? Nee. Nou, laten we jullie dan ook niet zo behandelen. Nee. Het is heel makkelijk voor een Tweede Kamerlid om te zeggen van oké, daar wil ik niet over praten, daar heb ik geen zin in. Zoals u nu doet bijvoorbeeld. Ik ga me daar toch niet aan houden. Ja, dat... See you in court. There you got a problem, friend. Zegt de Partij voor de Vrijheid. Vastgetekend. Ja, maar grondrechten zijn nooit onbeperkt, hè? Je kunt zoveel in een brief schrijven. Oh, jij zegt gewoon doorgaan op de oude voet en laat maar lullen. Nou, ik zou in ieder geval proberen de regels op te rekken en te zien wat er gebeurt. En als ik dan sancties krijg, dan wordt misschien straks mijn kamerpas afgenomen. Dat ga je dan krijgen. Ja. Kom jij dan wel weer? Ja? Tuurlijk. Ook al ben je geen lid, voor jou kom ik altijd op.